Dan ga ik nu naar de heer Kerstens namens de PvdA voor zijn vraag aan de staatssecretaris van Defensie, die ik van harte welkom heet, over intimidatie en misbruik binnen Defensie veel beter moet worden aangepakt. En voordat ik u het woord geef, meneer Kerstens, ik verzoek u om... U moet zich echt houden aan het onderwerp. Nee, want vorige keer had u ook mondelinge vragen, maar toen gingen we vragen stellen over een ander onderwerp. Dus blijf bij het onderwerp, anders grijp ik in. De heer Kerstens. Voorzitter, als je militair wordt, dan doe je dat omdat je in het uiterste geval bereid bent om tot het uiterste te gaan. Het ultieme offer te brengen, je leven te geven. Voor u en voor mijn veiligheid en voor die van onze kinderen. Als je daartoe bereid bent, dan verdien je respect en waardering van ons allemaal. En zeker van de top van je eigen organisatie. In de manier waarop je wordt beloond, in de manier waarop je in staat wordt gesteld je werk te doen en in de manier waarop er met je wordt omgegaan als je veiligheid in gevaar komt. Niet alleen buiten op het slagveld tegenover de vijand, maar ook binnen in je eigen organisatie, soms door je eigen collega's. Dat respect en die waardering, dat is waar militairen ook om vragen. Om moeten vragen helaas, omdat het blijkbaar niet vanzelf komt. Omdat je een loonbod wordt gedaan dat volstrekt niet past bij alle mooie notes en beloftes. Omdat je met te weinig of ondeugdelijk materieel en materiaal op pad wordt gestuurd. Of omdat je niet serieus wordt genomen als je opkomt voor je eigen veiligheid in je eigen organisatie. In een 83 pagina's tellend rapport, met daarin maar liefst 10 pagina's conclusies en aanbevelingen, wordt gehakt gemaakt van die interne veiligheidscultuur bij Defensie. Die mag dan misschien zijn neergelegd in 101 verschillende protocollen en processen, maar in de praktijk ontbreekt die. De commissie Giebels, die dat rapport na uitvoerig onderzoek schreef, trekt daarin zelfs de conclusie dat het niet melden van incidenten beter voor je is dan het wel melding doen. Omdat pesters worden beschermd en melders worden buitengesloten. Dat is echt krankzinnig natuurlijk. En dat heeft alles te maken met de cultuur bij Defensie. Met het vertrouwen, het ontbreken van het vertrouwen bij veel mannen en vrouwen van Defensie in hun eigen organisatie. Voorzitter, hoe gaat de staatssecretaris dat vertrouwen terugwinnen? Breder, hoe gaat ze de mannen en vrouwen van Defensie in het veld en op de kazernes het respect en de waardering die ze verdienen nou eindelijk geven? Ook op dit vlak. Niet met mooie woorden, notas, plannen of beloftes. Niet over 2 jaar, ook niet volgend jaar, maar nu concreet. Dan is nu het woord aan de staatssecretaris. Ja, voorzitter, de heer Kerstens heeft over hetzelfde onderwerp ook schriftelijk vragen gesteld op 15 oktober. En die zal ik ook beantwoorden, want u heeft morgen ook juist het gesprek met de commissie Giebels. En ik denk dat het goed is om dat te benadrukken dat wij zelf als Defensie ook om dit onderzoek hebben gevraagd. Naar aanleiding van de discussie wat er in Schaarsberg was gebeurd, vonden wij het belangrijk om juist onderzoek te doen. Hoe is het nou binnen Defensie gesteld als het gaat om onze cultuur? Juist om die veiligheid te waarborgen. Hoe is ons meldingssysteem? Hoe zit dat nu in elkaar? Maar ook hoe hebben wij nou de nazorg met elkaar geregeld? En de conclusies zijn inderdaad hard. Vrij stevig ook. Want als de conclusie is dat het beter niet melden, dat het beter voor je is dan iets aan de kaak te stellen, dan gaat er iets niet goed. En in mijn eerste reactie die ik ook naar de Kamer heb gestuurd in antwoord op dit rapport, heb ik ook aangegeven dat we in ieder geval 2 dingen doen. Want cultuur gaat over een organisatie en gaat over mensen zelf die in een organisatie werken. En de commissie Giebels geeft ook aan dat dit begint met alle leidinggevenden. Van laag tot hoog, van hoog tot laag, die moeten zich eigenaar voelen. Die moeten beginnen met het normbesef. Wat vinden wij met elkaar normaal? Welk gedrag accepteer ik? Of ik nou in Afghanistan zit, of gewoon op de kazerne in Oorschot, of gewoon op de vliegbasis in Leeuwarden. Wat is normaal? Wat doe ik als ik dingen zie die ik misschien niet zo normaal vind? Hoe ga ik dat dan aan de orde stellen? En daarvoor zegt de commissie Giebels ook. Zie ik 2 dingen ontstaan binnen Defensie. Of het bagatelliseren, of het direct heel formeel maken. En dat toont ook aan hoe lastig het is voor een leidinggevende. Want zwart-wit discussies zijn heel makkelijk. Als iemand iets doet wat duidelijk een overschrijding is, wordt er ingegrepen. Maar het gaat juist om die hele grijze gebieden. Wat de een normaal vindt en de ander niet. Dat is de reden waarom we dus met, naar aanleiding van de commissie Giebels, juist met de Defensieorganisatie, in gesprek gaan, juist over het culturele. En helaas is dat iets wat je niet regelt met de gedragscode, niet met de gedragsregels. U geeft het zelf al aan, we hebben 1000 aanwijzingen. Dit gaat over het gedrag, dit gaat erover dat 4000 mensen die ieder jaar binnenkomen, dat we die een veilige plek geven. De heer Kerstens. Dank u wel, voorzitter. Ik gaf net aan dat de mensen van Defensie weinig vertrouwen in de leiding van een organisatie hebben. En hoe die bijvoorbeeld omgaat met klachten, met ernstige klachten. En daarin hebben ze nu
in het rapport van de commissie Giebels ook, gelijk gekregen. Waarom, zo wil ik graag van de staatssecretaris weten, houdt ze dan toch zo halstarrig vast, daar lijkt in ieder geval op als we kijken naar haar eerste reactie, die ook schriftelijk is gegeven, aan het exclusief vormgeven van een meldpunt, waar mensen dus zonder vrees terecht kunnen als hun iets is overkomen, binnen die organisatie, binnen Defensie. Los van het feit dat het eigenlijk de slager is die zijn eigen vlees keurt, zou het toch veel logischer zijn geweest om zo'n meldpunt echt onafhankelijk, dus buiten de Defensieorganisatie, vorm te geven. Desnoods in combinatie met een interne stap die daaraan vooraf gaat. De commissie Giebels heeft daar het een en ander over gezegd. De vakbonden hebben daar het een en ander over gezegd. En als ik met mensen van Defensie zelf praat, zou die daar ook de voorkeur voor hebben. Juist omdat de meldingsbereidheid niet groter wordt als je een melding moet gaan doen binnen je organisatie waarin je zo weinig vertrouwen hebt. Ik denk dat het beter zou zijn om zo'n meldpunt al dan niet deels ook extern, buiten Defensie, vorm te geven. Ook omdat het volgens mij een manier is waarin de staatssecretaris kan laten zien dat ze mensen, dat zijn mensen serieus neemt. De mensen die zo weinig vertrouwen hebben in de eigen organisatie. Vraag aan de staatssecretaris is: u heeft een vertrouwensprobleem, althans de top van Defensie heeft een vertrouwensprobleem met veel mensen, bij veel mensen van Defensie. U heeft een conflict met vakbonden over de CAO en nu dreigt er ook weer iets te gebeuren rondom de verslechtering van het pensioen van uw militairen. Waarom pakt u deze eenvoudige mogelijkheid niet om mee te helpen, bij te dragen aan het terugbrengen van het vertrouwen bij uw eigen mensen? De staatssecretaris. Voorzitter, wat je in 25 jaar afbreekt, bouw je niet in een jaar op. En dat bouw je ook niet in de komende jaren op. Daar zul je structureel met elkaar, juist met die organisatie, aan moeten gaan werken. En precies wat u aangeeft, juist in een organisatie van meer dan 55.000 mensen, hoor je ervoor te zorgen dat de mensen zich veilig voelen. Hoor je ervoor te zorgen dat ze weten waar ze zich moeten melden. Een van de conclusies van het rapport Giebels is dat we te veel meldpunten hebben. Te veel procedures, dat je door het bomen eigenlijk het bos niet meer ziet. Daarom dat we naar één onafhankelijk meldpunt gaan, die juist veel meer bevoegdheden krijgt dan tot nu toe. Dan kan je nog steeds melden tot je commandant, maar ook los van je commandant kun je dingen aan elkaar stellen. En dat hoort juist bij een professionele organisatie. Het zou juist heel gek zijn als je zegt, cultuur hoort niet meer bij ons. Als we iets constateren, dan leggen we het buiten de organisatie. En buiten de organisatie moet men maar onderzoek gaan doen. Nee, ik vind bij een professionele organisatie, waarbij mensen mogen vertrouwen op de werkgever en op de veiligheid die wordt geboden, dat je ook ervoor moet zorgen dat je die veilige omgeving kunt bieden. En ook dus een intern meldpunt, die onafhankelijk opereert, dat je die kunt vormgeven. Dat gebeurt in tal van organisaties. Waar we wel naar kijken, ook naar aanleiding van de commissie Giebels, of we rijksbreed, dus niet alleen voor het ministerie van Defensie, maar ook voor andere departementen die ook met dit soort vraagstukken worstelen, om te kijken of we een meldpunt kunnen organiseren die, mocht je er intern niet meer uitkomen, of je hem dan ook bij een rijksbreed meldpunt aan de orde kunt stellen. Eén zin, want u heeft 12 seconden nog. Voorzitter, we staan hier heel vaak in het vraaguur over Defensie. En elke keer doe ik de staatssecretaris suggesties aan de hand om dat vertrouwen bij de mannen en vrouwen van Defensie weer terug te brengen. Of het nou gaat om de CAO, of het gaat om de pensioenregeling, of het gaat om zo'n extern meldpunt. Als de staatssecretaris niet elke twee weken hier in het vragenuur wil verschijnen, dan denk ik dat ze echt met iets anders moet komen. Dan moet ze de mensen echt op één gaan zetten. En mijn vraag is, als ik het nog eenmaal stel, nou, nee, dank u wel. Dank u wel. U mag reageren, maar ja, dan reken ik ook vooral op de steun van de heer Kerstens als het gaat om de investering in Defensie. Dat kunt u de komende periode ook laten zien. En dat hebben we ook laten zien, bijvoorbeeld als het gaat om een pensioenregeling, die juist in tegenstelling tot alle andere rijksoverheidsregelingen fors in is geïnvesteerd. En ik hoop dat we die alsnog kunnen realiseren, juist voor al die militairen die een goed pensioen verdienen.